van verhalen? Spannende verhalen of romantische verhalen? Spannende verhalen. Spannende. Spannende verhalen. En jullie wonen in Breda? En Breda, leuke stad? Ja, zeker. Wat vind je leuk? Omdat er heel veel te doen is. En omdat het heel gezellig is. Wat zou voor u het verhaal van Breda zijn? NAC. Heel goed, heel goed. Dus sportiviteit, is het Breda een sportieve stad? Ja, en wel gezellig denk ik ook, de winkels. Ik denk een mooie historie wel. En de kerk en de historische kilometer, dat is voor mij wel een stuk Breda, het verhaal van Breda. Wat zou het verhaal kunnen zijn van Breda? Iets over de Spanjaarden. Gezellige mensen, gezellige stad. Daar zou ik een verhaal omheen bouwen. Mooie gebouwen, de hofjes, bijvoorbeeld de natuur, de bossen. Ik denk de terrasjes in de zomer. Ja, de Brabantse gezelligheid. Ja? Ja. Ja. Voor jou ook? Ja. We zitten hier op de NHTV in Breda en ik zit hier met Monique Hover, lector in storytelling hier aan de NHTV. En we gaan het hebben over het verhaal van Breda. Het verhaal van de stad is opgetekend en dat is nu bekend, internationale schakelstad. Maar we gaan allereerst praten over een verhaal, want wat maakt een goed verhaal? Allereerst is het best lastig om te zeggen wat is nu precies een verhaal. Als je daarin gaat duiken dan zie je dat daar heel veel meningen en visies over zijn. Maar kijken we nu in essentie naar een verhaal, of dat nou een waargebeurd verhaal is, of een sprookje of een mythe, dan zie je dat een belangrijk kenmerk van een verhaal is, en dat is ook tevens de reden waarom mensen verhalen vertellen, is om anderen te boeien. Om ze even mee te nemen, om ze te raken, vooral ook emotioneel te raken. Dus een goed verhaal raakt je op de een of andere manier ook in het hart. En verder kun je via een verhaal betekenis geven. Dus als ik jou een verhaal vertel, dan leg ik daar een betekenis in. En afhankelijk van jouw referentiekader haal jij daar een betekenis uit. Dat kan dezelfde betekenis zijn, maar kan ook iets heel anders zijn. Als we vertalen, een verhaal vertellen richting wat de gemeente Breda wil doen, het verhaal van Breda vertellen, wat zijn dan belangrijke ingrediënten of elementen in het verhaal van een stad? Het punt is wel is een beetje dat je een verhaal normaal gesproken vertelt met karakters of met personen of met personages. Dus voor mij ligt er een heel mooi kader, mijn mening. Maar ik denk dat het verhaal wel nog geladen moet worden door mensen en met verhalen van mensen. Ja, wat is het doel van een verhaal vertellen? Ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is de betekenis die je over wil brengen en de connectie die je wil maken met anderen. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste. Want een goed verhaal is, en dan heb je het meer over een organisatieverhaal of een verhaal van een stad of van een regio. Een goed verhaal is dan, deze definitie is niet van mij, maar ik vind het wel heel goed, is een reflectie van verleden en heden en is ook een kompas voor de toekomst. Dus dat het wel geworteld moet zijn in waar je vandaan komt en waar de mensen vandaan komen en hoe zij dat voelen. Wat er nu is, maar ook waar je naartoe wil met z'n allen. En een verhaal hoeft ook niet per se een helemaal uitgeschreven verhaal te zijn met de 5 stappen zoals we die hier straks getekend hebben. Het kan ook heel kort. Dus als je kijkt naar een verhaal als dat van Martin Luther King, die zei I have a dream. Eigenlijk 4 woorden, wat steeds de kapstok was waarin hij zijn dromen uitlegde voor de toekomst. En waarin hij eigenlijk dat beeld schetste van hoe dan dat verhaal over 20 of over 30 jaar verteld zou worden. En hoe het realiteit zou zijn geworden. Dat vind ik wel heel mooi. Daar moet je naar op zoek. Zijn er bijvoorbeeld in de regio goede voorbeelden van steden die een goed verhaal hebben? Ik vind zelf het verhaal van Rotterdam wel een goed voorbeeld. Rotterdam dat in 1940 is platgebombardeerd. Dus als je het als een personage zou zien, die stad, dan zou je zeggen, nou die is echt met de grond gelijk gemaakt. Maar die is letterlijk opgestegen uit de as, heeft zichzelf opnieuw moeten uitvinden. En ik denk dat de meeste mensen in die stad, als je die op de schouder tikt en je vraagt ze eigenlijk naar dat verhaal van Rotterdam, waar Rotterdam voor staat, dat die dat weten en voelen en kunnen uitleggen. Dat zij begrijpen waarom die stad eruit ziet zoals die eruit ziet en waarom de keuzes gemaakt zijn zoals ze gemaakt zijn.
Ja. Dus dat is een heel krachtig verhaal. Het heeft wel te maken ook met keuzes durven maken. Ja. Ja. Is dat iets wat de gemeente Breda nu ook heeft gedaan met internationale schakelstad formuleren als het verhaal van Breda? Ja, ik vind het in ieder geval heel sterk dat Breda ook iets durft te omarmen wat eigenlijk al ja, in het DNA van de stad zit en wat heel kenmerkend is. Het gezellige, het Bourgondische. Hè, je kunt allemaal wel heel hip en trendy willen zijn, maar ja, dat is ook iets wat ik al zei. De reflectie uit het heden moet je vooral ook laten doorklinken in dat verhaal. Want dan gaan mensen voelen dat zij daarbij horen, want zij hebben mede die cultuur gemaakt natuurlijk door de generaties heen. Ja. Er zijn ook tegenstanders, of in ieder geval mensen die kritisch zijn op het verhaal en die zeggen van ja, er zijn juist niet heel veel duidelijke keuzes gemaakt. Ik denk als je een mooi boek leest, dan heeft een boek ook meer hoofdstukken. Ja. En als je een mooie televisieserie ziet, dan zie je ook dat daar verschillende verhaallijnen doorheen lopen. Dus ik zou het willen zien eigenlijk, en daar wil ik niet mee zeggen dat er nu een boek moet komen van het verhaal van Breda, dat even niet. Maar even meer op een meer beeldend niveau. Dit is eigenlijk de titel van het boek. En de hoofdstukken zijn deels, de ingrediënten zijn daar, de hoofdstukken moeten nu geschreven staan worden. En als je een goed boek hebt, dan is er op de een of andere manier ook een verbinding tussen die hoofdstukken. Of dan valt het allemaal onder die ene titel en wordt duidelijk waarom dat boek heet zoals het heet. Ja. Ik denk dat daar wel nog wat slagen te maken zijn, maar het is iets waar ik wel potentie in zie, zeker. Ja. Zou een stad een verhaal kunnen hebben? Ja, misschien van vroeger. Ja, een stuk geschiedenis voor jou ook? Ja. En is het een spannend verhaal dan? Ik denk het wel. Want ik denk dat als er een verhaal bij zit, dat het wel iets moet gebeurd zijn. Dus dan denk ik dat het wel spannend moet zijn. Moet een stad een verhaal hebben, vind je? Nou, ik vind niet echt per se dat een stad een verhaal moet hebben. Dat we de Spanjaarden hebben overwonnen. Zoiets zal het wel zijn. Nee, het is geen quizvraag hoor. Ze zijn aan het zoeken naar het verhaal van Breda. En ze hebben nu gekozen voor internationale schakelstad. Oh, juist. En wat stel je daarbij voor? Dat Breda een soort van metronoom wordt of zo. Net als Amsterdam en Rotterdam. Zoiets meer. Het verhaal van Breda. Ze mikken nu op internationale schakelstad. Ja. Wat is de eerste reactie? Nou, ik denk een beetje het wannabe verhaal. Hè. Ik snap wel dat ze in Breda iets zien van verbinding met de rest van Europa. Ze zijn toch gewoon de stad het dichtst bij de grens met België sowieso. Dus ik snap wel dat er ook met nieuwe station erbij, dat het hartstikke goed is om een verbinding te maken naar Frankrijk, België, Antwerpen, Brussel en naar Rotterdam, Amsterdam en naar boven. Dat snap ik heel goed. Je zit hier ook vlak bij België natuurlijk, vlak bij de bossen. Dus het is wat dat betreft is wel centraal. Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk een mooi fietsgebied. Het is, ja. Het nou, is we kwamen een, net binnen. We parkeren altijd aan de rand van de stad. En dan lopen we een stukje. Maar toen zeiden we ook van, nou, wij zouden hier eigenlijk best kunnen wonen. Oh ja. Eigenlijk mooier als in Roosendaal. Ja. Ja. Verhaal van Breda. Is het belangrijk dat een stad een verhaal heeft? Ik denk dat het wel belangrijk is dat een stad een verhaal heeft. Het verhaal vertelt iets over de historie van de stad. Waarom is Breda Breda zoals het nu is? Maar het geeft in feite eigenlijk ook een soort ambitie aan waar we in de toekomst naartoe willen gaan. Want wat is het verhaal nu geworden? Of geworden, wat is het verhaal? Nou, het verhaal is eigenlijk dat Breda een stad is die al door de eeuwen heen ontstaan is als een plek waarin, laat ik zeggen, verschillende groepen elkaar treffen. En eigenlijk het altijd op een soort kruispunt ligt, Spanjaarden en Hollanders. Nu het kruispunt is van de Randstad en Vlaanderen. Een verbindingstad is die altijd ervoor zorgt dat binnen- en buitenland met elkaar wordt verenigd. Hier ga je ook van zand naar klei. Hier ga je van protestant naar katholiek, of je gaat van katholiek naar protestant. Dit is de lijn, zou je kunnen zeggen, waar altijd verschillende groepen zijn samengekomen. En dat heeft natuurlijk te maken met onze unieke ligging. Maar dat is ook exact de reden waarom we hier een HSL-station hebben. Maar dat betekent ook dat we in de toekomst moeten gaan nadenken over, als ze dat zijn, dan moet je ook ervoor zorgen dat je, bijvoorbeeld als je internationale hoofdkantoor hier naartoe had, dat je
voorzieningen moet hebben die erop aansluiten. Bijvoorbeeld een internationale school. Dat je na moet denken over hoe heten we die mensen eigenlijk welkom. Heb je een expatbeleid? Want als je een internationale schakelstad wil zijn, moet je dat op een goede manier ook organiseren. Het verhaal waar het aan ophangt is internationale schakelstad. Maar dat is meer een denkwijze, een denkpiste dan dat dat de slogan wordt. Nee, het is geen slogan nog. Nee, dit is echt veel meer datgene wat we zijn. We zijn een stad waar altijd wordt geschakeld. En hoe je dat dan vervolgens in een communicatiestrategie of in een marketingstrategie gaat zetten, ja, dat is dan weer eigenlijk de volgende fase. Want nu lijkt het is vooral een verhaal wat we naar de buitenwereld gaan vertellen. Maar is het verhaal van Breda is toch ook voor de mensen die hier wonen van belang? Ja, heel belangrijk om een visitekaartje te hebben naar buiten toe. Ja, even, dat is één uitgangspunt voor het verhaal van Breda. Maar het tweede wat ook heel belangrijk is, dat je op een gegeven moment zegt, daar ontleent de burger, bewoners, maar ook de verenigingen hebben, daar ontleent ze een soort trots aan. Dit zijn wij als Breda. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg sterk voor mensen die, Breda, wat is dat eigenlijk? Of waarom zou ik hier willen wonen? Of waarom zou ik hier een keer een weekend willen doorbrengen? Ja. Ook daarvoor heb je een soort visitekaartje, uithangbord nodig. En het verhaal van Breda, veel meer dan een leuze, geeft de mensen eigenlijk een reden om hier naartoe te komen. Ja, want dat brengt me bij het schakelen. Ik heb het natuurlijk over het woord schakelen nagedacht. Je hebt natuurlijk ook het schakelen van het accelereren. Ja. Dat we verder gaan. Dat hopelijk dat we dat met het verhaal ook laten zien dat op welke terreinen je dan ook echt voortgang wil boeken. Willen wij internationale schakelstad zijn, wat we vanuit de historie zijn, dan is het logisch dat het HSL-station hier in Breda komt en niet in Roosendaal of in Tilburg. Maar dat betekent wel dat je daar keuzes voor moet maken. Ja. En dan zeg ik op een gegeven moment nog steeds, ik ben blij dat in het verleden er wethouders en burgemeesters met lef zijn geweest. En raadsleden. Als ik heb begrepen, even in de scherpte, het is een verhaal, ik weet niet of het klopt, maar ik heb gehoord dat er toentertijd heel veel raadsleden waren die zeiden, hier in HSL langs Breda, dat is toch helemaal niet nodig? Nee, dat denk ik ook. En daar waren mensen als Loes van Meuzenkom en uit Nijpels, die op een gegeven moment zeiden, luister, gaan we doen, hier ligt een kans. Doortrekken van de markt of het weer terughalen van de haven, waarvan iedereen zegt, jongens, dat heeft een zoveel kwaliteit toegevoegd aan de stad. Daarvan zeg je, dat heb je eigenlijk nodig om een aantrekkelijke stad te blijven in de toekomst. Ook dat is soms, luister, lef hebben en net iets anders doen, dan het gaat toch hier goed en het is altijd goed geweest, dus waarom zullen we veranderen? Nee, de stelling is een beetje ook in het verhaal van Breda. Wil je datgene wat je nu goed hebt, wil je dat goed blijven, dan zul je moeten blijven vernieuwen en zul je nieuwe stappen moeten blijven zetten. Is voor uw gevoel nu in dit verhaal een focus aangelegd? Ik denk dat er wel een degelijke focus is aangelegd. Is het verhaal, als je nou in plaats van Breda Tilburg zou neerzetten, zou je dan dit verhaal geloofwaardig zijn? Of als je in plaats van Breda, Amersfoort of Groningen in dit verhaal zit, zouden dan mensen zeggen, ja, dat kan ook voor Groningen of voor Amersfoort worden geschreven. Ja, en dan de ligging is natuurlijk. Nee, maar ook de sfeer die er wordt beschreven, ja. En de krachten van de stad, de historie, maar ook de, zeg ik, dit is wel degelijk echt heel erg een focus. Waarbij je in de gaten moet houden, zo'n verhaal van Breda moet natuurlijk een x-aantal jaren mee kunnen. Het is niet gekoppeld aan één collegeperiode, het is niet gekoppeld aan één burgemeester. Dus het moet ook wel een aantal jaar meegaan. En dit moet onafhankelijk van de politieke partijen, moeten mensen, of nou partij A of partij B het voor het zeggen heeft in onze stad, ze moeten zich allemaal zeggen, ja, dit is wel iets wat de kracht van, en mijn keuzes zijn misschien anders dan bij partij A of bij partij B, maar ze passen wel in het verhaal van Breda. Ik hoorde ook iemand, dat vond ik ook wel beeldend, wat misschien bij die groene schakel, die zei van, waarom is Breda niet het Central Park van, van de Benelux, zou ik maar zeggen. Toen vond ik dat ook wel. Dat is een ambitie die je hebt. Ja. En het is heel erg bepaald. Het enige nadeel daarvan is, vind ik van, de metafoor is perfect, want mensen begrijpen wat je doet. Ja, want relaxen, muziek maken, sporten. Maar dan zou het alleen maar wonen zijn. En alleen maar ontspanning zijn. En sport. Maar even in de discussie. Is te mager. Ja, want dan, ik zie geen bedrijven landen in Central Park.
Nee, dat is ook en ik, het strengste verboden. Daarom. Nee, maar dat geeft iets aan, zeg maar. Daarom is het wel het, een stad in een groen park. Je zegt natuurlijk Central Park is heerlijk, omdat je ook New York direct hebt. Ja, Central Park in het midden van Arizona, dat vind je het wel minder. En hier heb je in feite eigenlijk de stad en daaromheen heb je het Central Park. Ja, ja, dat is ook een metafoor. Want hoe gaat het nu verder? De raad beslist ook mee over. En, maar dan moet je ook echt doorgaan pakken, neem ik aan. Het kasteel open. Dan zullen eigenlijk de volgende stappen worden gezet van hoe kom je nou naar dit verhaal, naar goede beelden die dat verhaal ook illustreren. Want we praten over schakelen tussen Gerenoord en het Ginneke. Wat gaan we dan de komende jaren aan doen om te laten zien dat die ambitie die we hierin hebben gezet ook in de praktijk wordt gebracht? Maar dat betekent ook keuzes maken. Bijvoorbeeld, er wordt best veel groen weggehaald, terwijl je juist zegt dat je een groene stad wordt. Iedere concrete beslissing, zou je kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, soms zijn er ook spanningen tussen het parkeren of de auto en groen. Je moet per keer ook wel een klein beetje een afweging kunnen maken. Dit is natuurlijk wel een richting waar je als stad in gaat. Die groene kracht van de stad is heel erg belangrijk. Kijk naar datgene wat we bijvoorbeeld bij het Valkenberg hebben gedaan. Ja, dat is belangrijk. Denk na over de ontwikkeling, doorontwikkeling van het terrein en van de Seligkazerne, de nieuwe markt, et cetera. Ja, dat zijn interessante discussies. U woont en werkt nu geruime tijd in Breda. Past het verhaal van Breda zoals het nu is geformuleerd ook bij u? Herkent u zich erin? Ja, ik vind het een verhaal waarin ik heel erg geloof. Ik had het gisteren met de wethouder Boos Aardang ook over. Het zou mooi zijn eigenlijk als mensen zich niet hierdoor verrast voelen, maar de kracht van... Is dat het inderdaad? Dat wisten we toch al. Ja, maar tegelijkertijd, het geeft wel focus aan, omdat we namelijk zeggen, we zijn een stad waar geschakeld wordt, dynamiek, energie, internationaal centraal gelegen, met een prachtige woon- en leefomgeving. Daarom woon ik hier graag, daarom werk ik hier graag. En daarom moeten we blijven investeren, omdat we die krachten moeten blijven onderhouden. Omdat we alleen dan niet alleen een prachtige historie, maar ook een hele rijke toekomst hebben. Dank u wel. Graag gedaan. Het is een echt gebeurd verhaal, dat is wel belangrijk. Iets met het turfschip of zo, kennen jullie dat verhaal? Ja. Is dat een spannend, goed verhaal? Ik vind het wel. Ja? En jij? Ja. Oké, okay. De Breda als internationale schakelstad. Wat is het eerste wat je dan denkt? Ik denk de link naar dat we dicht op de grens zitten, vlakbij België. Dat we vanuit hier veel doorgetransporteerd kan worden. En vind je het een goed verhaal? Internationale schakelstad? Klinkt wel prima. Ja? Ja, zeker. Ik geloof er ook wel in. Dus dan zie jij schakels echt als de verbinding fysiek? Ja, fysiek. Maar ik hoop ook wel dat mensen hier dan komen. Want Breda is een ontzettend mooie, leuke stad waar heel veel te doen is en waar ook veel studenten zijn. En dat zou allemaal wat internationaler best kunnen, denk ik. Ik denk dat dat prima is. Wat vind je niet kloppen? Internationaal of schakelstad? Als je meer aan een internationale schakelstad denkt, zou ik meer aan Rotterdam of Amsterdam of iets denken. Dat dat meer internationaal bekend staat als Breda, denk ik. Oké, dus Breda heeft niet dat internationale uitstraling voor jouw gevoel? Voor mijn gevoel niet. Voor jou? Ja, misschien nog niet. Misschien komt het nog. Nou, ik zit hier met Paul Verlinde, journalist bij BN De Stem. En je hebt een reeks aan verhalen geschreven over het verhaal van Breda, over het verhaal van de stad. Was dat een hele leuke ervaring? Ja, dat was heel leuk. Ik heb het overigens niet alleen gedaan, samen met mijn collega Tom Haaijes. Maar toen de gemeente met dit project begon, vonden wij als krant daar ook een bijdrage aan moeten leveren op onze manier dan. Hè? Dus gewoon puur op onze eigen journalistiek onafhankelijke manier. Dus wij hebben een aantal thematische verhalen gemaakt rondom thema's in Breda. Is Breda een Nassau-stad of een militaire stad of een studentenstad, et cetera. En we zijn ook op zoek gegaan naar interviewkandidaten die daar iets over kunnen zeggen. Mensen uit de cultuur, ondernemers, onderwijs, vrij diverse groep. En ik ben ook wel bewust op zoek gegaan naar mensen die met enige distantie naar Breda kijken. Dus ook wel Bredanaars of mensen die iets met Breda hebben. Dat je niet de usual suspects altijd maar hebt die het vertellen hoe mooi en prachtig Breda is. Maar mensen die dat ook nog met misschien wat kritisch bekijken of met verbazing. En dat geeft alles bij elkaar hele aardige inzichten in wat Breda voor stad is en wat Breda voor stad kan zijn ook vooral. Ja. Heb je een specifiek verhaal die het meest bij is gebleven? Of?
Niet specifiek, nee. Ik denk dat in alle interviews kwam ik wel terug met het idee van, nou, dat is eigenlijk wel opmerkelijk of dat is wel aardig. Ik ken Breda natuurlijk zelf ook heel goed, maar daar waren toch nog aardige eye-openers bij die ik zelf niet had zo hard kunnen bedenken. Ja. Wat was dan de conclusie van alle verhalen bij elkaar? Nou ja, kijk, iedereen, zoals ik zeg, iedereen had wel iets. Bijvoorbeeld Aad Ouborg, die had het over de stad. Dit moet de stad zijn van het gezellige zaken doen. Hier kun je mensen, zeker gezien de ligging in de Benelux, kun je mensen bij elkaar brengen. Breda is een gezellige, gemoedelijke, Bourgondische stad. En waarom hier niet een soort heel veel vergaderlocaties of conferenties en dat soort dingen doen? Nou, dat denk ik van ja, dat is wel iets. Martin Boysma, die zit in de raad van bestuur van AXO. Die opperde in dat verhaal, in dat interview bijvoorbeeld, van de stad moet groener. Mm-hmm. Waarom maak je de molsparking? Waarom maak je er geen park van? Nou, dat had ik eigenlijk nog nooit iemand echt horen zeggen. En dat hebben we toen opgeschreven. En je ziet nu dat ook in de politiek dat geluid een beetje doorklinkt. Ja. Of het haalbaar is, dat is maar zeer de vraag. Maar, dus dat is aardig. Maar ook mensen zoals Erna Smeekens, met Nora Kastrioui, kwam bijvoorbeeld de verbinding naar voren. Iets wat je nu ook terughoort in de uiteindelijke uitwerking en de verbinding tussen mensen. Ja. Hoe kun je bijvoorbeeld de onderlaag en de bovenlaag laten samenwerken? Hoe kun je Geren Noord en het Ginneke, projecten die daar zijn, misschien laten samensmelten, zodat die stad ook sociaal sterker wordt? En een sociaal sterkere stad is ook weer een fijnere stad om in te wonen. Ja, heel veel input. Is de raad daar uiteindelijk door ook geïnspireerd? Komt dat terug in het verhaal zoals dat nu opgetekend is? Nou kijk, op de eerste plaats, wij pretenderen niet dat wij nou met onze verhalenserie daar heel veel invloed op hebben gehad. Want de mensen die dat onderzoek hebben gedaan, het verhaal hebben gemaakt, die zijn ook allerlei mensen gaan interviewen en die hebben enquêtes gedaan. Die hebben daar veel meer tijd in gestoken dan wij. Maar uiteindelijk zie je wel dat de conclusies een beetje hetzelfde zijn. Wij hadden zelf als conclusie, Breda is niet een stad met één heel uitgesproken thema. Mm-hmm. In Eindhoven heb je bijvoorbeeld techniek en design en technology. Dat is vrij duidelijk. Den Haag heeft vrede en veiligheid. Maar Breda is vooral, en daar kwam het, onze conclusie was vooral, Breda is een hele fijne stad vanwege een optelsom van heel veel dingen. Ja. Heel veel dingen zijn hier gewoon goed. Maar, heeft Breda maar niet, dan misschien niet excellent, maar gewoon goed. Ja. Sorry, wat wilde je? Maar is dat ook geen zwakte? Dat ze uiteindelijk niet een... Want hebben ze hierin dan wel onderscheidend vermogen ten opzichte van andere steden? Dat is dus moeilijk, omdat het onderscheidend vermogen is dus lastig. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen van nou, als je heel veel dingen goed doet, is dat bij elkaar wel heel goed. Zijn er voor jou, volgens jou wel juiste keuzes gemaakt? Nou, ik denk dat, ja kijk, het is nog allemaal een beetje vaag natuurlijk allemaal. Als je het ook gewoon aan de man in de straat zult vragen, die kan hier ook niet zo 1, 2, 3 iets mee. Maar ik denk die drie assen, zoals ze het noemen, dat de kwaliteit van wonen en leven, dat je in het groen wilt investeren en dat je wilt investeren in menselijke mensen onderling en dat elkaar ontmoeten. En dat internationale gedeelte, dat zijn wel drie dingen waar je iets mee kunt. En ik vind het ook wel goed dat ze ook niet ook nog eens gezegd hebben, ja, maar hebben we ook nog leuke musea, hebben we ook nog historisch erfgoed en we hebben ook nog beeldcultuur en we hebben ook nog onderwijs. Ja. Kijk, en als je dat allemaal gaat doen, en daarmee die sectoren niet, wil ik niet tekort doen, maar als je die allemaal gaat benoemen er ook nog in, ja, dan heb je nog steeds geen duidelijke keuze gemaakt. Nee. Maar het is ook niet zo, denk ik, dat die sectoren nou bang hoeven te zijn dat ze er opeens niet meer toe doen. Want Avans en NRTV zullen heel belangrijk blijven, maar laten we wel wezen, Breda onderscheidt zich niet als onderwijsstad. Nee. Leiden, Utrecht, Tilburg is veel meer onderwijsstad, dus je moet dat ook niet pretenderen. Nee. Maar je kunt die instellingen wel heel goed gebruiken hierbij. Ook bij die thema's die ze nu wel benoemd hebben. Ook in voorgaande interviews, die geven allemaal aan ons. Er hadden wel hardere keuzes gemaakt mogen worden. Focus op een aantal speerpunten, dat komt ook je city marketing ten goede. Ja. Wordt dat nu wel gedaan? Kunnen we nu zeggen dat het verhaal daaraan voldoet? Of is het toch een beetje te flauw? Ah, het is nu nog wel een beetje flauw hoor, het verhaal. En er is een flauwe. Ik wil dat ook niet te zeer daarop afrekenen. Het is een soort startpunt van een gedachte waar dit is de richting die we opgaan. Ja. Maar op een gegeven moment moeten er wel hardere dingen aan gekoppeld worden, inderdaad. Ja. Maar dat je kiest voor de kwaliteit van wonen en dat je daarin in wilt investeren. Dus dat zijn dingen die je uiteindelijk in je beleid moet doorvoeren. Hè. Dan moet je dat ook wel consequent doen. Ja. Bij nieuwe wijken zorg inderdaad dat er meer groen is. Zorg inderdaad, durf die keuze dan te maken om die molsparking, om daar een park van te maken. Denk niet op de korte termijn, maar op de langere termijn. Ja.
En ja, durf die keuzes te maken. En blijf ook vooral in die kwaliteit investeren die de stad heeft. Maar ik denk met name die vergroening, dat vind ik wel een heel mooi thema. Dus als je ooit het havenkwartier of het CSM-terrein verder gaat invullen, zorg dat je daar gewoon echt een mooie parkachtige omgevingen wil maken, van maakt. En dat je daar inderdaad dat... Ja, dat is al een plan hoor, maar een wandelpad rond de singles, dat je kunt hardlopen en nog meer groenstroken. Het kost misschien even geld, maar dat maakt een stad aangenaam, trekt mensen naar de stad en uiteindelijk verdien je dat wel terug. Ja. En dat soort keuzes moeten er dus meer worden gemaakt. En ik denk ook wel dat het woord verbinding, wat natuurlijk ook een beetje een vaag woord is eigenlijk, maar een beetje zweverig. Maar als het woord verbinding en schakelen, dat zijn die twee woorden een beetje die steeds terugkomen. Dat zou een soort mindset moeten zijn binnen bijvoorbeeld een gemeentelijke organisatie. Ja. Maar ik geef toe, het heeft nog steeds een hoog, een zeker abstractieniveau. Ja. En dat wordt pas concreet naarmate die dingen worden ingevuld. Ja, dus dat zal de komende tijd gaan uitwijzen. Ja. Maar Breda gaat ook hier niet mega door veranderen hoor. Nee, Breda is wat het is en zal blijven wat het is. Ja. In een zekere zin, en dat is ook iets wat ik leerde uit die interviews van Breda. Dat je dan met al die mensen praat en je hebt het over ontwikkelingen van de stad. Die stad staat echt niet zo stil als soms wel eens gezegd wordt. Ja. Ik bedoel, kijk wat hier de afgelopen jaren gebeurd is. Het station, het chasseepark, het chasseetheater, de haven die opengemaakt is. Een paar aardige nieuwe woonwijken. Er zijn echt wel wat dingen die gebeuren in die stad. Ja. En dat moet je gewoon doortrekken. Maar dan wel op zijn Breda's. Wethouder Adam gaf in het vorige interview met ons ook al aan dat hij ook graag wel ambassadeurs ziet voor Breda. Ja. Zijn dat mensen als Aad Oudborg die... Breda'se ondernemers zijn? Of? Nou, ik denk dat je daar dat er zeker Breda'se ondernemers zijn die daar een belangrijke rol in zouden kunnen spelen. Zoals ik volgens mij daar straks al zei, zitten er in Breda best veel mensen die wij hier niet zo goed kennen, maar die elke dag in een auto stappen en belangrijke dingen in de rest van het land gaan doen, bij grote bedrijven zitten. Die zou je nog hier ook in een soort denktank kunnen stoppen en op die manier ook wat meer Breda laten promoten. Ja. Maar dan moeten ze wel iets te promoten hebben. Hè? Ja. Want die mensen moeten dan ook wel een verhaal kunnen vertellen. Maar je kunt ook denken aan sporters, aan mensen die in Breda ook veel in de stad ziet. Ik bedoel, Pierre van Hooijdonk zou je ook een hele goede Breda-ambassadeur kunnen maken. Ja. In dat kader vond ik het wel een grappige die er ook in stond, en doorkijken naar 2030, dat er in 5 metropolen stadsambassades moeten komen. Maar die ambassades, daar kun je ook heel leuk over brainstormen. Hè? Ja. Ik zei op een gegeven moment, ja, weet je wat dat wordt? Dat moest de Breda'se way of life uitstralen. Ja, oftewel, er worden gewoon 5 cafés weggezet in Londen, in Parijs en Berlijn. En Boas Adank zei ook dat ook misschien wel zou kunnen. En dat zou dan best wel grappig zijn als je ergens door Berlijn loopt en je ziet opeens café, ambassade, Breda. Het woord café is wel belangrijk, moet er wel bij, denk ik. Ja. Want dat Breda'se way of life hoort dat er wel een beetje bij. En ik heb ook het gevoel dat ook in dit verhaal ook wel komt het woord gezellig er niet in terug, dat wel overeind blijft. Die menselijke maat, Breda moet ook wel gewoon Breda kunnen blijven. Ja. Eerlijk gezegd denk ik dat wij met z'n allen als Bredanaars daar helemaal niet zoveel van gaan merken. En misschien is dat ook wel helemaal niet erg, want we voelen ons over het algemeen hier prettig. Ik denk dat dit vooral ook een verhaal moet zijn waardoor je je prettig blijft voelen. Ja. En dat je daar verder niet zoveel van merkt, dat is misschien ook niet erg. De schakel wordt dan ook opgevat als de groene plek om tot rust te komen. Heb je daar een gevoel bij? Nou, voor mezelf als Bredana wel. Maar hoe dat internationaal, dan zou je dat echt moeten gaan marketen, denk ik. Ik bedoel, we hebben prachtige natuurgebieden. En langs de markt en de bossen hier en de hei. En het is fantastisch mooi. Ik heb vanochtend nog een rondje gedaan door het bos. Het is echt heel erg mooi. Maar hoe krijg je die mensen daar? En is het bos groot genoeg? Ik ben ook wel Bredana die zegt van het bos is voor mij. Ik hoef niet helemaal vol met alle mensen.